Ben je lekker aan het lassen? Bak je er een gat in? Welkom bij Harry de Ferryman. Ik ben Harry. Vind je dit soort films nou leuk? Duimpje omhoog. Wil je meer films van mij zien? Abonneren, belletje aanklikken, word je op de hoogte gehouden. En nu gaan we snel verder met het mooie gat dat ik erin gebakken heb. Deze kant lukt het me niet. Deze had ik gewoon tegen elkaar aangezet, wel een veegroef erin. Hier heb ik heel lang stilgestaan en op een gegeven moment, ja hoor, succes, een gat erin. Daarom heb ik die tweede gemaakt. Flinke vooropening ervoor, dan lukt het sneller. Al was het me hier ook niet gelukt. Maar ik heb dus twee gaten erin en wat moet je dan doen? Ja, ze zijn inmiddels afgekoeld. Dus ik ben een bakje koffie wezen pakken. Anders waren ze warm geweest, had het ook gelukt hoor. Alleen als ze heel warm zijn, je moet gewoon even wachten. Dat er wat temperatuur uit materiaal is. En dan begin je weer en dan lukt dat wel. Wat ga ik nu doen? Het is met mig. Ik doe iedere keer een klein boogje maken. Even pcht, pcht. En zo ga ik steeds verder. Totdat ik aan het eind ben. Of totdat ik zie van ik kan doorlassen in één keer. Dan ga ik bij deze ook doen. Ik kan er geen beelden van maken door de laskap. Want mijn camera moet ze eigenlijk iedere keer scherp stellen. Als je begint te lassen en je last zo kort dat dat niet lukt. Dus dat kan ik helaas niet laten zien. Maar het idee erachter is iedere keer even laagje. Eventjes afkoelen, maar dat is maar eventjes. En dan, hup, weer eentje. Ik ga eens alles opstarten en mijn helm opzetten. En dan gaan we hem eens dicht lassen. Deze is de laatste die ik gelast heb. Een paar puntjes gezet. Toen zag ik, hij houdt hem. Gas erop en door. Bij deze niet. Deze was met die vooropening van een millimeter of 3. Die heb ik helemaal met alleen maar puntjes gelast. Dus dit zijn de manieren om het te doen. Hoef je ze niet weg te gooien. Ik zal ze even vlak slijpen. Kunnen we zien hoe dat ze eruit komen. En of het weer te gebruiken is voor moeders de vrouw. Dit is een andere. Kijk, het is niet mooi. Er zit net niet genoeg materiaal in. Kan ik er wel uit, maar ja, dan maak ik het hier dunner. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat het vlak wordt. Moet niet te veel weghalen. Ik heb het nu gedaan met een lamellenschuurschijf. Maar je houdt het mooier vlak. En met zo'n, die ik op het werk heb, met M3. Die schuurschijfjes, daar werkt gewoon fantastisch. Dan slijp je het al vlak af. Hier moet je mee opletten. Hier kun je nog wel eens een kuil mee graven. En met harde afbramer. Nou, dan heb je gegarandeerd kuilen, want die stuit het er overheen. Dan kun je het niet mee afwerken.
Maar je moet er maar eens mee, als je zoiets maakt met je hand overheen gaan, dan voel je meteen als je ergens mis zit. Dat voel je echt meteen. Heel kort filmpje. Een gaatje dichtmaken. Als je nou wat rond gat hebt geboord op een plek die het niet kan, kun je hem ook zo dichtzwaaien. Dat is niet zo'n probleem, dat moet je gewoon eens proberen. Als je ergens een gaatje in een afvalstukje hebt zitten, eventjes puntjes erin geven, net zolang totdat hij dicht is. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken en ik sluit af zoals ik altijd doe. En net zoals we in Brabant zeggen, houden.